ketenregeling. Tot 2015 kon je als werkgever iemand 3 tijdelijke contracten geven in 3 jaar. Daarna kwam iemand in vaste dienst. Met de wet werk en zekerheid is dit gewijzigd naar 3 contracten in 2 jaar. Deze wijziging had echter niet het gehoopte effect en wordt dus weer teruggedraaid. Vanaf 2020 kun je iemand weer 3 tijdelijke contracten in 3 jaar geven voordat een vast dienstverband ontstaat. Na een onderbreking van 6 maanden start een nieuwe keten van contracten. Het goede nieuws voor werkgevers is dus dat er 1 jaar meer ruimte is om met tijdelijke contracten te werken. Maar wat betekent dat eigenlijk voor de praktijk? Laten we eens even gaan kijken. Als je het bekijkt vanuit het licht van de werknemer, dat hij weet van de werkgever heeft langer de tijd om het besluit te nemen om mij een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden. Dus kan een langere tijd zich een beeld vormen over mijn competenties en geschiktheid voor dit bedrijf op de langere termijn. Voor werknemers betekent dat zij langer moeten wachten op een vast contract. Voor de werkgevers biedt het wel meer ruimte om langer flexibel gebruik te maken van hun medewerkers. Goed, een super informatieve video, al zeg ik het zelf. Bedankt voor het kijken naar deze video. Voor meer informatie ga je naar randstad.nl/wap of volg Randstad op social media.